Hey jongens van Shadowemes23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 de Durpzoo. En ja jongens, de twee dieren die we vandaag gaan plaatsen, die zijn al sinds aflevering 1 in de comments geplaatst door twee mensen. Ik weet niet meer hoe die mensen heten en als jullie kijken, wat ik denk ik wel denk dan, sorry. Maar in ieder geval jongens, wij gaan een Jaguar en een Lynx plaatsen. En ja, het spijt me dat ik dus geen haaibeest ga plaatsen. Dat ga ik in de volgende episode doen. Dus jullie hoeven in principe geen dieren onder deze comments achter te laten. Ik ga gewoon terug naar de vorige aflevering. En dan haal ik daar gewoon een leuk dier uit voor in de volgende aflevering. Maar ja, jongens, de Durpzoo komt echt bijna ten einde. Nog een paar afleveringen. En wel, dan is het gewoon geen Durpzoo meer. Helaas pindakaas. Maar er gaat wel een enorme leuke serie voor in de plek komen. En ik weet op dit moment even niet wat voor serie het is. Want wel, ik ga in de vakantie als ik weg ben en heel mooi gameplan maken en zo. Dus ja, maar goed. Laten we maar even de zoo gaan opstarten. Zo. Even kijken. Ik heb het echt zo druk de laatste tijd. Echt gewoon, ik weet gewoon niet meer wat ik het eerste of het laatste moet doen. Ik ben gisteren naar de film geweest. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel gelezen op Twitter van mij. En even kijken. Jullie zien deze waarschijnlijk een dag daarna. Dus ja, maar eens even zien. Ik ben dus naar de film geweest. Ik moet nog zoveel dingen regelen. Ik moet nog vakantie. Echt, ik heb het gewoon zo op. Ik heb gewoon amper tijd om gewoon nog wat aan Shadow Games te doen. Daarom zijn er ook echt gewoon amper video's online. En gewoon max gewoon 2. Even kijken, wat is dit nou? Grijze Wolf 2 is niet omheen. Is dat nou? Hup daarin jij. Ik als een beven kan hollen boomstam. Niet breken. Oké, waar wil dat stomme beest dan dat ik hem neerzet? Zo? Zo goed. Bang toch. Goed, eens even kijken. We gaan dus een Jaguar. Dat is tropisch regenwoud. Even kijken. Tropisch regenwoud. Ja. Kijk, Jaguar. Ah, dat is echt wel epic. Even kijken. En dan gaan we daarna nog even een linkse verblijf maken. Maar goed, ik ga eerst even dit beestje plaatsen. Ik weet alleen even niet waar. Zo, 1, 2, 3. Even kijken. Op de kaart. Op de kaart. Even kijken, dit is misschien handig als we een pad hier zo doortrekken en dan hier een soort uitkijkding maken. Dat hier een linkse verblijf komt. Dan komt hier nog een soort van verblijf zo en hier nog een verblijf. Oké, laten we dat maar gaan doen dan. Even kijken, zoiets als iets moet wel fancy smancy zijn. Dus we kunnen eventueel wel dit gaan doen. Oké. Ja. Oké, dat moet dus niet, hè. Oké, de work. Oké, we hebben dit. Oké, ja, het is niet echt wat. Kijk, is dit? Nee, dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh. Mijn god, ik zit gewoon echt gewoon te denken hoe ik dit nou moet doen. 3, 1, 2, 3. 2. Nee. Stom ding. Kijk, dit is al een stuk beter dan wat we hadden. Even kijken, dan als we dan bijvoorbeeld met zo'n acryl ding gaan, zeg maar zo. Dan kunnen we. Want dit wat dan zo'n high-end verblijf, denk ik met Juk.
Dus ik kan alvast even dit doen. Of walvishaar, ik weet niet wat die kop. Misschien was een heel rif geval, dat zou ook wel cool zijn. Dan moet hier wel zoiets gaan komen. Kijk, ik kan iets fancy's doen zoals dit of zo. Nee, terug jij. Dat maar eens eraf. Hetzelfde geldt voor dit zo. Oké. Juist. We moeten nog links. Een linksen verblijf. Dat wil ik eerst even doen, want dan kan Dame even kijken. Dat is een holle bos, toch? Nee. Wat is dat dan? Gemachtig woud. Dat was. Oké, nou, hekken. Even kijken. Oké, we hebben hier heel veel van die betonhekken. Dat is goed, dan gaan we daarmee verder werken, denk ik. Even kijken, doe eerst even dit zo. Oké, gaan we nu verder met dit. Hoe ver? Nee, zo. Gaan we een leuke vorm in maken? Ja, dit is wel grappig. Oké, zo. Juist. Nee, wacht. Dit moet helaas spinnenkaas of zo. Kan niet anders. Oké. Oh, die is nog zo. Die ook even. Ja, mijn ding dat slaat half stront uit, maar dat boeit even niet. Zullen we dan iets maken voor de verzorgers of zo, dat ze daar langs kunnen? We kunnen er maar beter gebruik van gaan maken, denk ik. Hebben ze een wat snellere door? Of zoiets. Zo. Oké. Dan hebben ze de snellere doorgang van hier naar daar. So I don't even know. Even kijken. Nou, dit is in principe een prima verblijf voor de links. Want het is een redelijk klein katje. Dus ja. Even kijken zo. Ja, vandaag dus twee verblijven. Want wel, ik heb de hele tijd geen deur op zoek geüpload. Dus ja, dat is een nieuw regeltje voor mij. Als ik een hele tijd geen serie heb gedaan, dan wordt het gewoon een wat langere aflevering. 20 minuten of zo. En ik weet dat jullie die aflevering wel zo leuk vinden. Maar ja, het is echt heel veel werk om up te loaden en zo. Even kijken, een grot natuurlijk. Zoiets als dit voor de linkse. Nou, dat is wel prima. Moeten wij nog zoiets als dit doen? Sure, we verwennen ze even. Dus ik vind het helemaal prima. Even kijken, speelgoed. Ik dacht dat we zo'n ding zouden hebben, zo'n warmteplaat. Maar dat gaat niet gebeuren. Want dat kan gewoon niet. Nou, gaan we eens even zo'n berkenbos maken. We moeten het heel goed beschut maken, want linkse zijn hele schuwe beesten. In de natuur ook, dus dat is deze zoe helemaal overdreven. Dat is altijd zo. Hoeveel bomen en planten en alles soort rotzooi dus. Kijk, hier wil ik de eethoek maken, zo, dus daar leggen we wat vlees neer. Wat vis misschien. Vis hier, dat is wel lekker, denk ik. Nou, dan leggen we hier zo'n vierkant aan drinken neer. Dan leggen we hier een vierkant aan drinken neer. Zo, dan hebben ze wel genoeg eten qua dat. Nou, ze moeten dan roofdier voelen natuurlijk. Dus dan leggen we daar zo'n ding neer. En voor goed mesje leggen we hier zo'n vleesding neer. Dat is prima. Dan moet ik even een leuk speelgoed iets hebben. Hè? Nou, even een kijk, krabpaaltje bij het hol. Dat is wel leuk, denk ik. En even zo'n groot speelding bij het eten. Dat is wel redelijk leuk, denk ik. En dan leggen we nog even wat van die dingen bij het hol neer. En een bot zouden ze wel leuk vinden, denk ik. Een piepspeeltje. Dat is ook wel grappig. Zo hier een bal daar. Nog een bal. Ballen. Even kijken. Dan leggen we hier een ja, hoe noem je dat? Een band neer. En dan een ton of zo. Even kijken. Wat rotsen zou ook wel cool zijn, denk ik. Hé, daar is wel een leuke plek voor rots. Hier wat stenen en zo. Dan moeten we nog even natuurlijk wat planten doen. Kijk, wat bamboe.
snap niet dat die linkse dat leuk vinden om in bamboe te wonen, maar oké, ik vind het helemaal prima. Nee, ik moet zo. En soms draait dat gewoon heel gehandicapt. Ik weet niet waar dat is. Ik ken nogal van deze dingen. Dat is ook grappig, denk ik. Nou, wat van die dingen. Zo grappig om dat hier zo te doen. Nou, wat bamboe hier zo. Dan voelen ze zich wat beschermd tijdens het eten. Even kijken. Nou, dan ziet het linkse verblijf er prima uit, denk ik. Doen we er even een personeelsingang maken. Kunnen we hier wel doen zo. En dat kunnen we eventueel ook hier wel doen zo. En dan wil ik daar nog één daar hebben. Gewoon dat de verzorgers daar ook langs kunnen. Even kijken. Daar ga ik even één verzorger toewijden aan het linkse verblijf. Even kijken zo. Oké dan. En dan wel. Daar kan de linkse erin denk ik of niet. Ja, kan de linkse erin. Even kijken. Jee, hangt helemaal met die pootjes zo. Dat is echt grappig. Even kijken. Doen we een mannetje erin. Doen we een vrouwtje erin. Oké. Okay. Oh, Tyrannosaurus Rex 4 is volwassen geworden. Oké. Okay. Dan moeten we nog even de donatieboxen regelen. En want dan ga ik eens even al die klachten belang straks. Want echt wat een puinhoop gewoon. Even kijken. Kijk, hier kunnen we mooi wat van die kijkdingen neerplaatsen. Zo. Dan kunnen de mensen de links echt gewoon goed zien. En even wat bankjes. Ook wel ja, leuk zijn, denk ik. Wel even vuilnisbak bij natuurlijk. Even kijken, zo. Nou, dat ziet er prima uit. Struisvogel 6 was een voorplat. Oké, jij kan ophoepelen. Even kijken. IJsbeer 3 gaat de jongbaren. Oké, dat is heel mooi. Even kijken, nou. Ik ga eerst even naar die ijsbeer, want die wil ik wel graag even zien zo. Oké, al water schoonmaken. Nou, zometeen moet ik dus naar die grijze wolf. Oh god, wat een lek gewoon als ik in first person mode ga. Oh mijn god, tweeling. Oh god. Halleluja. Oh, wat schattig. Oh, wat leuk. Even kijken. Jij kan de reuzenuitwerpsel niet bereiken. Oké, wel. Dus hij is fijn. Oké, zo. Nog meer klachten. Oké, grijswolf die was voorplanten. Oké, uitzetten in wild. Oké, als ik dat soort dingen allemaal doe, dan krijg ik meer sterren erbij natuurlijk. Dus even kijken. Goed, wel. Hier hebben we dus dit verblijf. We moeten nou het Jaguar verblijf. Even kijken, daar heb ik misschien wel een leuke plek voor. Even zien hoor. Ik zou het kunnen opsplitsen in meer episodes. Maar, ja, nee. Even kijken, dit doen we gewoon in één aflevering. Ik kan dit hele ding voor Jaguars gaan gebruiken. Of wat moet ik even naar de kaart natuurlijk. Holy kut, echt serieus bijna. Nee, dit is veel te klein voor een Jaguar. Veel te klein. Het zit gewoon vol. Oké, dit, nee. Hier komt dat haar, hier komt het rif. Komt hier nog een hok. En dan... Ja, dit is de enige plek waar het nog kan. Mijn god, dit is volgens mij een van de laatste afleveringen van de Durp Zoo. Holy shit. Want hier gaan we de volgende episode een rif maken voor haaibeestjes en mantarochjes en zo. En dan moet hier nog een ander beest komen... En ik weet niet welke, dus dat mogen jullie dan wel achterlaten in de comments onder deze aflevering straks. Maar goed, gaan we nu eens met Jaguar verblijf aan het gang. Even kijken, hek. We hebben een hek nodig. Even kijken. We kunnen dit doen, dit vind ik wel lijp. Even kijken. Wat gaat dit toch snel met die deur op zoek, jongens. Het is echt gewoon niet normaal gewoon. Even kijken, zo, oké. Okay. Nou, nu moeten we even het tropisch regenwoud gaan doen, denk ik. Kom alleen, ga de jongbaren. Oh, daar zien ze heel veel aan. Kijk, zo'n mooi gras alleen, want ze leven diep. Oh god, nou, krokodil 4 is voorplat. Oké, jij ook in de vrije natuur. Rustfred is geen 4 is voorplat. Oké, jij ook op donderen. Oké. Okay. Want ik wil de dierentuin afmaken met een mooie 5 sterren. Dus ja, even kijken. Nou, hok. We kunnen er zo'n ding neerleggen. En dan kunnen we hier een hol doen. Oh god, natuurbehoudprijs. Oh god. Oh nee. Even kijken, kunnen we hier zo'n ding doen. De Triceratops 1 kaliber trog. Oh, oké. Okay. Ja, zo. Nu wel. Oké, okay, goed. Terug hierheen.
Jee, 5 sterren, jongens. Het is ons gelukt. Jee, 5 sterren, dierentuin. Oh, asjo. Even kijken, goed. Nou, bomen denk ik dan. Ik ga wel veel bomen platen. Of plaatsen, want wel, ze moeten zich wel veilig voelen natuurlijk. Even kijken, deze vaas vind ik ook altijd heel mooi. Ja, de reden dat ik hier zo lang mee heb gewacht is echt geen idee. Ik wacht soms zo lang met dingen, maar goed, ik doe het nu. Dus jullie mogen maar blij zijn dat ik het doe. Even kijken, zo. Even kijken, het zou wel leuk zijn als ook van hier wat van die hele hoge bomen zouden hebben. Zoiets als dit of zo. Ja, oké. Kunnen we hier de eetplek doen? Even kijken, ik wil sowieso die trog daar hebben. En dan leggen we hier gewoon... wat vis. Ja, oké. Okay. Kijk, een rots. Het moet altijd een rots zijn. Zo, rots. En wat steen of zo. Speelgoed. Speelgoed. Boy pop. Is ook altijd grappig. Kijk, dan moeten we hier zo'n ding hebben. Zo, dat is ook wel leuk, denk ik. Dan hier zo'n scratching post. Een bot. Een autoband, want ze moeten zich goed kunnen uitleven. Een vat, leggen we hier een cadeautje neer. Bal. Bal, piepbeest. Oh nee, zo'n rubberen ding. Hier een piepbeest. Planten, oké. Okay. Wel, ik wil vooral als we dit soort planten hadden, moet een mooi kleurrijk verblijfje gaan worden. Of deze planten zou ook wel mooi zijn, gewoon wat effect. En natuurlijk, paddenstoelen. Hebben we ook nodig. En wat die dingen hebben we ook heel hard nodig. Oké, okay, wel, het ziet er perfect uit. Hè? Even kijken. Personeelsingang. 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 De reden dat ik er zoveel doe is, anders krijg je gedonder dat de personeelsleden er niet zo heel snel in kunnen. Daarom plaats ik er ook 2 nu. Even kijken, jij krijgt. Oké, dit. Kom jij maar eens even hier, jongeman. Oké. Huppakee. Oké. Nou, nu moeten we even de dieren gaan plaatsen. Jaguar en Jaguar. Oké, wel, nu gaan we de dieren maar eens bekijken. En ja, natuurlijk, in de laatste aflevering ga ik door de zoo heen lopen. Ik ga weer bekijken wat we allemaal hebben gemaakt natuurlijk. Het zal een langere aflevering gaan worden. En dan is dat de eerste serie van Shadow Games 23 die afloopt. Maar goed, kijk, dit is dus super handig, want je kan in één keer van deze kant naar de dieren dan helemaal naar die kant. Dus jij, ja, even kijken. Linksjes, waar zijn jullie? Ik vind het wel mooi eigenlijk. Waar zijn mijn linksen? Lekker beschut zijn ze hier. Linksen. Oeh. Hey, hier heb je de 1. Oh, schattig. Oh, hier heb je nummer 2 ook al. Oh, wat leuk. Kijk nou. Oh. Linksen zijn ook wel mijn favoriete dieren. Ik vind ze ook echt leuk. Even kijken. Maar ja, ik heb ze niet eerder geplaatst. Want wel, er zijn wat andere dieren die ik in deze zoo leuker vond staan. Dus ja, maar goed, nu gaan we even naar de Jaguars. De dierentuin is echt heel groot geworden. Echt super groot gewoon. Gewoon obies. Even kijken. Het ziet er ook echt mooi uit, vind ik. Even kijken, hier hebben we de Jaguars. Helemaal een prachtig verblijf. Hey, Jaguar. Oh, wat leuk beest. Kijk, waar is nummer 2? Jee, daar is Jaguar nummer 2. Of is dit 1? Ja, is 2. Oké. Okay. Even kijken. Goed, nu moeten we die reuspanden uitzetten. En moeten we de voederbak refillen. Anders is altijd zoveel donder hier. En nu moeten we even de reuzenuitwerpselen even opruimen. Dat komt uit dat beest. Dat komt uit dat beest. Ja, right. Oké, opruimen. Zo is wel meer dan van nodig dan een haak. Maar goed, gaat niet om. Oké, nou, eens even kijken. Nu moeten we nog even de laatste finishing touches aan de check-off verblijf doen. Even kijken, zo, oké. Nou, gaan we even, tropisch regenwoud, gewoon alles. Even kijken, oké. Okay. Ik had echt gewoon nooit gedacht, jongens, dat ik gewoon zo ver kon komen met deze dierentuin. En ik heb het allemaal aan jullie te danken, hè. Want als jullie me niet zo hard gesteund in de dorpszoer, dan was het nooit zo groot geworden als dat het nu is. Het is echt prachtig gewoon. Ik ben echt heel blij mee. Ik had me ook gewoon geen andere dierentuin willen wensen. Ik vind het echt prachtig. Moet het eigenlijk bewaren voor de laatste aflevering, maar fuck the shit. Ik zeg het gewoon nu, want ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen.
Want die ene vriend waar ik dual commentaries mee wil doen, die was hier laatst. Maar ja, we waren zo leuk GTA's allemaal aan het doen. Dat we er gewoon niet echt tijd voor hadden om gewoon überhaupt erop zo op te nemen. Maar ik heb hem wel even de zoo laten zien. En hij zei, oh, dat is echt wel prachtig en zo. Dus ja, dat vind ik wel heel mooi. Hoef die uitwerpselen. En ja, hoe meer dingen je krijgt, hoe meer je dit kreeg natuurlijk. Maar dat fikt zich allemaal wel met die verzorgers en zo. Maar ja, dit is dus de hele zoom. Als je kijkt, nee, we hebben Deodicurus, we hebben een woestijnding, we hebben Fenneken, waar ik over trouwens niks over heb gehoord. Dit hebben we hier ijsberen, mastodont, oh, drie mastodont, oké. Krokodillen, haaien, triceratops en een heel groot savanne gedeelte. Van die reuzen, luiaard dingen, T-rexen, bevers, koalas, linkse panda's, dodo's. Hier nog allemaal dingen, jaguars, wolfjes, ik weet het allemaal niet meer. Oh, wat dodo's, hè? Wat is dit voor dodo? Dit is een vrouwtjes dodo. Dus plaatsen we er even de mannetjes dodo bij. Ik weet het niet meer, maar ik wil in ieder geval weer dodo nakomelingen. Maar goed, we hebben dus 5 sterren met deze dierentuin hier bereikt. Maar goed jongens, in de volgende episode ga ik hier een... ja, hoe noem je dat? Een rif maken voor allerlei verschillende soorten waterdieren. En wel dan mogen jullie in de ene laatste aflevering hier een dier verzinnen. Het maakt me niet uit welke. Zeg het gewoon. Wil je een dit beest of zo? Zeg het. Dan plaats ik die hier. Past wel eigenlijk niet. Maar oké, dan moet wel een beetje klein dier zijn natuurlijk. Even kijken. We kunnen hier een... wat kunnen we hier doen? We kunnen een flamingo verblijf. Dat kunnen we doen, jongens. Als jullie hier een flamingo verblijf willen in de laatste aflevering, of na de ene laatste aflevering eigenlijk, laat het even achter in de comments. Het lijkt mij hartstikke leuk om te doen. Zo'n flamingo verblijf maken met water en alles. Dus ja, laat het even achter in de comments. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Laat ik het zo zeggen, bij 15 likes de volgende aflevering van de Durp Zoo. En dan, jongens, dan zeg ik nu... Later mensen, abonneer en like natuurlijk ook even. En volg me ook even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie later. Dus ja... Later mensen.